Ja, heel veel nieuwe studenten beginnen vandaag of deze week aan hun introductie, komende week aan hun studie. Als ik hen één tip mag geven, denk even goed na over hoe je die komende jaren wil inrichten. Ik zou ook tegen studenten willen zeggen van laat je ook niet gek maken. En zeker ook zorg dat je er niet alleen voor staat. Dus trek met anderen op, doe ook dingen samen. Wat voor mij heel belangrijk is geweest, is me wel voorgenomen, ik ga niet in mijn eentje op mijn kamer zitten en daar in mijn eentje achter die boeken zitten. Ik heb daar echt gewoon de steun ook van anderen bij nodig. Dus samen studeren in de bibliotheek, samen met huisgenoten eten, samen met je studiegenoten optrekken. Gedeelde pijn is halve pijn. Studeren is zeker geen pijn, want het is ook heel veel plezier. Er zijn heel veel kansen pakken, maar het is wel makkelijker als je er samen in kunt optrekken. Toen ik zelf ging studeren, al een hele tijd geleden, in 1984, vond ik het ook heel spannend. Er komt een hele hoop op je af. Je gaat het huis uit, op kamers. Ik was best ook wel een ijverige student. Naar werkcolleges, naar college, studeren in de bibliotheek. Maar zeker ook ontspannen in de kroeg. Tijd voor een baantje. Dus dat vroeg best een beetje verdelen. Maar juist die diversiteit van activiteiten maakt het ook wel redelijk ontspannen. We hebben een website gemaakt die heet Studeer met een plan. En daar vind je allerlei tips over hoe ga je om met geld. Hoe zit het met bijvoorbeeld met toeslagen? Kun je huurtoeslag krijgen? Hoe zit het met je zorgtoeslag? Kom je in aanmerking voor een aanvullende beurs? Hoe plan je je studie? Hoe maak je keuze? Heel veel hulp. Dus ga naar de website Studeer met een plan. En dan helpen wij je ook een handje verder.